Welkom op deze vrijdag bij Shownieuws Zomer. Vandaag duiken we in het archief met Patrick Claessens, ons allemaal beter gekend als Pat Crimson. Vandaag de dag is hij gerenommeerd DJ, stond hij onlangs met Leopold III terug op het podium tijdens Back to the 90s en vormt hij samen met Viola en Loredana opnieuw danceformatie To Fabiola. Maar hoe is het eigenlijk allemaal begonnen? We blikken terug. Deze duivel doet al was een van de drijvende krachten achter de dansgroepen To Fabiola en Nunca en achter de Vlaamse popgroep Leopold III. Waar is de tijd dat hij met zijn makker Erik Goossens het podium van 10 om te zien deelde met de monsterhit Vrij zijn? En die klonk zo. Dus ik ben eigenlijk als kleine jongen begonnen, als promo-jongen bij de platenfirma. En dan mocht ik promotie doen voor Bea van der Maat, die 10 om te zien presenteerde. En ik ging Bea overal mee naartoe voeren. Toen heb ik een keer Clouseau zien optreden bij 10 om te zien. Toen dacht ik, oh, zo succes zou ik ook willen hebben. Toen hebben we Leopold III opgestart. We hebben een fantastische periode gehad met Leopold III, omdat Erik Goossens eigenlijk ook aan de top stond. Hij was bekend van familie en ook van bij ons. En hij was eigenlijk op een gegeven moment was hij samen met Koen Wouters van Clouseau was hij een echte hype in Vlaanderen. Met Crimson. To Fabiola, hij had een hit gewoon. Lawaai. Paranoid in Moskou. Dat zijn Limburgers, hè? Absoluut. Met Crimson als naam zit hij al zeker vol. Hij is effectief het geval, dus. Wij kwamen uit voor ons eigen. Wij hadden een eigen mening, een eigen visie over iets. En wij zagen ook net anders uit dan de rest. En dat heb ik eigenlijk ook doorgetrokken daarna met To Fabiola. We waren de eerste groep in België die eigenlijk heel extravagant voor de dag is gekomen. We waren zeer populair met To Fabiola in Spanje. We hebben een grote show gedaan in Ibiza in de grote club De Pasha. En dat was zo goed meegevallen. En toen ben ik eigenlijk in Ibiza verzeild gegaan. Ik heb een beetje mijn hart daar verloren. En ik ben daar eigenlijk 7 jaar blijven hangen. Wij zijn eigenlijk met To Fabiola de trendsetters geweest in België qua dansmuziek. We waren net voor Milk Inc., voor Lasgo, voor Jan van Daal. Het moment dat To Fabiola gestopt is, zijn eigenlijk de andere groepen nog gaan doorbreken eigenlijk in het buitenland. En ze hebben eigenlijk ook een beetje kunnen genieten natuurlijk van de deuren die wij hebben opengezet. Mijn ambitie is om elke avond terug een feestje te bouwen. En zij is mijn partypusher. Zij brengt iedereen tot een hoger niveau. Ah, ja. We zullen het zien hebben. Sinds hij terug is uit Ibiza is Pat actief als DJ in het al even zonnige Vlaanderen. Ik ga vooral als DJ en ook als producer proberen terug als artiest gevaarlijk uit de hoek te komen. Dus Vlaanderen en de wereld opgelet. Hier ben ik. Pat Crimson is back. De jarige van vandaag is zanger Arno. Hij wordt 61. Anne is populair op het internet. Dat bleek nog maar eens met een filmpje dat ons onlangs werd toegestuurd. Zo is een zekere Nick Seys op het idee gekomen onze reclamespot te parodiëren en op YouTube te plaatsen. Een ludiek filmpje waar we graag een vervolg aan breiden. Wie is creatief aangelegd en durft het hem na te doen? Maak je eigen filmpje en stuur het ons op via anne.be. De leukste inzendingen komen op tv en worden beloond met een leuke prijs. Succes! De Vlaamse artiesten bij u thuis met Anne, muziek van bij ons, exclusief op Belgacom TV. Belgacom neemt je mee.